Hans en Grietje wonen met hun vader en moeder aan de rand van het bos. Het gezin is erg arm en heeft vaak honger. De ouders van Hans en Grietje besluiten om ze in het bos te laten verdwalen, omdat er geen eten meer voor ze is. Dus het gezin gaat op een tocht door het bos, dat steeds dieper en donkerder wordt. Opeens zijn Hans en Grietje alleen in het bos. Ze gaan op zoek naar hun ouders, maar ze kunnen niemand vinden. Opeens zien ze een huisje gemaakt van snoep in het bos staan. Ze rennen naar het huisje en gaan er lekker van eten, want ze hebben erg honger. Maar dan komt er een oud vrouwtje naar buiten, die ze mee naar binnen neemt. Hans en Grietje worden opgesloten in een hokje in het huis. De heks, want dat is het oude vrouwtje, Hans gaat opsnikkelen. Grietje zal haar slaafje worden. Hans krijgt heel veel te eten, zodat hij lekker dik wordt. De heks vraagt Grietje of ze het brood in de oven wil doen. Maar stiekem wil ze Grietje in de oven gooien, zodat ze daarna Hans lekker kan oppeuzelen. Grietje heeft het door en vraagt aan de heks of ze even voor wil doen hoe het brood in de oven moet. Als de heks het voordoet, duwt Grietje haar zo de oven in. Grietje bevrijdt Hans uit het hok en ze vinden in het huisje kisten vol parels en edelstenen. Die nemen ze natuurlijk mee. De heks heeft er toch niets meer aan. Samen rennen ze snel weg door het donkere bos. Zoek naar het huisje van hun ouders. Eens zien ze het huisje in de verte. En als ze aankomen, zijn hun papa en mama zo blij dat ze weer terug zijn met heel veel parels en edelstenen. Hans en Grietje hebben nooit meer honger gehad.